Nou, ik wil je net geven. Vroeger komt de kassa er nog maar aan maken, maar dat is tegenwoordig ook niet. Nee, dat doe je niet meer. Hè? Dat doe je tegenwoordig elektrisch, geloof ik. Heel niet. Deze club die heet Biljartclub Zuilen. Dat is echt maximaal hoor. Toen hadden we hier gewoon, we hadden een vergadering. Ja hoor. We hadden toch een ledenvergadering dat hij hier was? Nee, het was gewoon de opening en er werd er gevraagd of we allemaal zo'n beetje aanwezig wilden zijn. Toen we hier terecht kwamen is dat een opening geworden. En toen hebben we Nico, dat is Nico Broekhuizen. Dat is een top biljarten, dat is echt waar. Die kwam en toen kwam zij hier de boel openen, toen kwam ze in de zaal in. En toen heb ze hier aan die tafel staan. Dit is deze tafel. In het begin was het zo, moest je op Zuilen wonen, want anders mocht je niet biljarten hier. Is dat tegenwoordig anders? Nou komt iedereen binnen. Je mag, waar je ook vandaan komt. Komen er nu nog jongere mensen dan 50? Nu dat, nee, dat mag, mag niet. Mag nog steeds niet? Nee, je moet beslist 55 zijn voordat je hier mag biljarten. Ja. Ja, en er zijn er genoeg hoor. Mijn zoon was jarig en op een gegeven moment zeg ik, jochie, wat moet je nou eens een keer voor je verjaardag hebben? Want die kinderen hebben op een gegeven moment hebben alles, hè? Die zegt, ik zou best een kamerbejaard willen. Nou, kamerbejaard gekocht. Nou, 14 dagen, dan word je stapelgek. Want iedere dag dat ding op tafel, hè, dat moet op tafel liggen. Die ballen vliegen door het hoofd heen en allemaal dat. Toen zijn we begonnen met mijn zoon in de kerk. En dat was in de Allian van Berenstraat. Een hele mooie zaal. Mooie tafels. En die jongen die was groot en daar ga je niet meer mee. En toen ben ik een beetje aan het klooien gegaan. Toen kwam ik een oude schoolkameraad tegen. Hij zei, kom eens naar de... Dat was nog het oude gebouw aan de overkant. Hij zei, kom eens buurt hier. Ik zei, is goed. Nou, toen ben ik hier terechtgekomen. Nou, het is nou een speler van wereldklasse. Die zoon van mij. Hebben jullie ook competities hier? Ja, want ik heb vanmiddag nog een wedstrijd gespeeld dus. Ja, dat is dat bord voor wat er hangt. Kijk, baas Jan Baron, die moet er 25. En zo ga je maar door. Waar niks op staat, spelen geen competitie. Dit speelt allemaal competitie. Wat maakt het nou zo leuk, dat biljarten? De oefening die je dus doet en dan proberen om die ballen dicht bij elkaar te houden, dat je dus een grotere serie kan maken. Ja, en voetbal is net zoiets. Het is een kwestie van, wat vind je aan voetballen leuk? Dat heeft, in feite is het allemaal een soort competitiespel tussen de mensen onderling. Dus toch wel een leuk iets.